Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de 25 van Maren Stoffels. En in deze aflevering praten we alweer over boek nummer 15. Ik moest het even goed zeggen. En dat is Verliefd op alle drie. Het boek dat gaat over een meisje dat enorm fan is van een band. En ik kon daar heel goed over schrijven, want ik ben zelf al jaren fan van dezelfde band. En dat is de band Hanson. Moet je maar eens gaan googlen. Drie jongens, ooit heel lang haar. Nu intussen zijn ze allemaal vader geworden en hebben ze wat korter haar. Maar ze braken door in 1997 met een hit en die heette Bop. En ik was meteen razend groot fan van hen. En vandaar ook dat ik dit boek aan ze heb opgedragen. En dat zie je hier. Voor mijn eigen favoriete band Hanson, die de muziek maakt waar ik zoveel inspiratie van krijg. Ik kon er heel makkelijk over schrijven, over zo'n meisje dat heel groot fan was van een band. En het leek me heel tof bij dit boek om er een keer een soundtrack bij te maken. Dus dat een liedje uit het verhaal ook daadwerkelijk echt bestaat. Hanson was een beetje lastig te bereiken. Gelukkig heb ik een vriend van mij kunnen benaderen en dat was Geronimo. En Geronimo is zanger en hij wilde heel graag meewerken. En we hebben ook uiteindelijk zelfs een clip bij dat liedje opgenomen. En ik wilde een klein stukje van de making-of laten zien, waarin je een hele jonge Maren Stoffels, een hele jonge Geronimo in gesprek ziet over dit verhaal. Dus kijk even mee. Kennen jullie hem? Waarschijnlijk wel. Dit is Geronimo. Hij heeft op de kaft van Verboden voor ons gestaan en mijn boek Op blote voeten. En nu zijn we in de studio om de clip op te gaan nemen. Die hoort bij de soundtrack van mijn nieuwste boek Verliefd op alle drie. Dus heel veel plezier met kijken. Dit is Flying Solo. Only mess around to keep it calm.